Als we gelukkig willen zijn, zullen we vooral ook hoopvol moeten zijn. En we hebben ontdekt wat de drie pijlers zijn van hoop. Dat is goal setting, pathway thinking, agency. Mensen die zichzelf doelen stellen, die wegen vinden om die doelen te bereiken en eigenaar blijven van hun leven, zijn gelukkige mensen. En we hebben verteld hoe je van dromen doelen kan maken. Ik ben natuurlijk een oude man. Dit is een life story. Hè. Ik heb 25 jaar gewerkt voor het ministerie van Onderwijs in België. Een positief project, positieve opvoeding, positief ouderschap, positief onderwijs, actief burgerschap. En dan heb ik zo'n 7 jaar geleden ontdekt dat heel die wetenschap rond geluk, dat die ontsloten kan worden. Dat die wel in koffers en dozen zit in universiteiten, waar niet bij de gewone mens komt. En dus ben ik de brug gaan slaan tussen onderzoek en de dorpsstraat. En ik ben een soort ambassadeur van geluk, een bruggenbouwer. Maar ik hoop dat iedereen daardoor aan gestoken wordt. Het is een soort virus. Iedereen is eigenlijk een ambassadeur van geluk. En dat proberen we met deze dag heel duidelijk te maken. Ja, dat zijn hier allemaal positieve mensen natuurlijk. Hè. Daar zit, als je op andere congressen spreekt, dan moet je de eerste 10 minuten toch altijd een soort weerstand over. Die weerstand is hier niet, die zit er wel op een ander niveau. Ze willen niet geloven in een soort guru die het licht heeft gezien. Het moet gebaseerd zijn op kennis, wetenschap en onderzoek. Dat is wat hen boeit, dat is wat hen ook drijft. Maar één keer dat ze daar mee zijn, dan is dat hier een heel aangename open sfeer. Het is geen closed mind denken, het is open mind denken. En ze worden nog opener, dus dat is een kwadraat van openheid.